Ja, Willem, als je tegen een ploeg speelt waar je zelf ooit hebt gespeeld, zijn dat dan nog speciale wedstrijden? Natuurlijk is het leuk om iedereen weer te zien. Maar voor de rest is het net als elke andere wedstrijd. We moeten gewoon gefocust zijn en we hebben een gameplan die we moeten uitvoeren. Ja, en ben je tevreden over het feit hoe jullie de gameplanning hebben uitgevoerd? Ja, ik denk hier en daar in de verdediging hebben we natuurlijk wel wat kleine foutjes gemaakt. En dat is gewoon iets wat we op de video terug moeten zien en aan moeten werken. Ja want op een bepaald moment staan jullie in derde kwart ruim voor. Jullie eindigen mezelf met 17 punten, maar dan wordt het toch nog weer een beetje, heel klein beetje spannend. Hoe kan dat? Ja, ten eerste, het is natuurlijk nooit lastig om... kijk, Feyenoord is een team met kwaliteit, dus het is lastig om uit te lopen bij zo'n team. Maar dat is toch aan ons om dat alsnog te doen. En dat is een moeilijke taak en dat is iets waar we gewoon nog aan moeten werken. Ja, maar is dat dan... hoe kun je daaraan werken? Veel wedstrijden te spelen? En ook gewoon goed gefocust blijven, weet je wel. Want inderdaad, 17 punten voor, dat is gewoon niet genoeg. We moeten gewoon een team dan wegstoppen eigenlijk en niet de kans geven om terug te lopen. Nee, want jullie begonnen ook heel goed, heel energiek. Kwamen geloof ik ook met 12-2 voor. Ja. Toen dacht ik van nou, het kon misschien dezelfde kant op gaan als vorige week tegen Basketbalacademie Limburg. Ja, toen begon jullie ook heel goed. Ja, ons gameplan toen we de kleedkamer uitkwamen, toen zei coach ook van we echt die eerste klap, die moeten wij geven. En dat hebben we denk ik ook goed uitgevoerd. Ja, maar dan is het toch, dan stokt het toch ergens. Ja, het is natuurlijk lastig, weet je wel. Ja, je wisselt door, jongens die raakten vermoeid. En dan is er een nieuwe groep die erin moet komen. En die moet dan dezelfde taak uitvoeren. En zo gaat het door en door en door, naarmate de wedstrijd vordert. Ja, precies. Ja. Ja, dan komende zondag weer een thuiswedstrijd. Helaas weer zonder publiek. Ja, klopt. Tegen Leiden. Normaal gesproken zijn altijd krakers. Hoe kijk je daar precies. Ja, ik kijk er enorm naar uit. Natuurlijk als speler van Dona en ook als je fan bent van Dona. Dat zijn dat de wedstrijden waarnaar je echt uitkijkt. En dat doen we dus ook zeker. Dus we zijn volledig gefocust op de volgende. Ja want hoe is het om... Nou, je speelt al een aantal wedstrijden voor het seizoen, heb je natuurlijk ook meegemaakt zonder publiek. Als ik hier als commentator zit, denk ik van ja, ik ben er niet aan. Ik vind het zo raar. Ja, het is hetzelfde is als spelen natuurlijk, weet je wel. Dus de time-outs, het is stil. Na een time-out, dan wordt de bal ingenomen en je hoort gewoon de bal stuiteren. Dat zijn dingen die normaal binnen het publiek wat je natuurlijk oppept. Of als het niet goed gaat, dan hoor je het publiek. Of als het wel goed gaat, hoor je het publiek. En dat mis je nu allemaal. Dus heel die ambiance is weg. Ja. En dat is iets, zoals je ook al zegt, dat went nooit. Nee. Maar kun je dan de knop wel een beetje omzetten tijdens de wedstrijd? Ja, natuurlijk. Ja. Als je eenmaal op het veld staat, dan ben je gewoon gefocust. Ja. Mooi. Nou, succes voor zondag. Top. Hartstikke bedankt. Dank je. Yep. Top. Ja. Yes, Amanze, how do you look back at this game? Well, I think we wanted to come out and set the tone early. I feel like we've been getting off to good starts. It's just about sustaining those runs. Obviously it's a long game. We know good teams are going to be able to make a run and come back. But thought we did a little bit better today. We're just trying to build. We have new guys. We're trying to, acclimate. And I think we're showing a little bit of improvement every game. So. Yeah, what was the improvement with this game if you compare it with other games? I think offensively we're making strides in what we want to do. Obviously each game is different game plan based on our opponent. But I feel like we're starting to understand, certain things we want to run at certain times. And then even defensively, I feel like our focus is gradually, getting a little better each game. So it's just about, continuing to build and hopefully be able to sustain it for 40 minutes. Yeah, because you have periods also tonight. You had good periods, but also less periods. Right. It's just human nature sometimes when you get up big early, you get up 15, 20 points, sometimes you have a tendency to relax a little bit and we can't do that. We have a lot of goals. We're trying to play at a championship level. So we got to be able to sustain that for 40 minutes and keep defending at a high level. So every game is a new challenge. So we're hoping to do that again next time out. Yeah. Are you satisfied with your first few months here in Groningen? Oh, for sure. Obviously I'm enjoying my time here. As far as our standing and everything, we all know we're a good team, and we know that, we've been hit with a lot of injuries, and but that's the game. You got to adapt, and I think we've done a good job just, keeping calm despite whatever's going on, wins, losses, just knowing that we're building towards something, and as long as we have that approach, I think we'll be all right. Yeah. Yeah. Next Sunday, there's a game against Leiden. Yeah. It's always a big game here in Groningen. Yeah, big game, good team. We're focusing on us, but obviously, we know the teams that are, circled on the calendar, right? And so Leiden's a good team, and it'll be a big test for us, and we're up for the challenge. We want to protect our home court. We feel like we're good here, fans or no fans. We want to. But they're watching on TV. Right, they're watching, so we know they're supporting us, and we want to. It's an important game for us if we want to do what we want to do. So we're looking forward to it.
Okay, good luck for Sunday. Thank you. Thank you. Thanks. Yeah. Matthew, when I saw the first minutes, I thought, well, maybe it's going to be the same game as last week against Ball. You started very well, your team. Yes, I thought the same. we came out good. We came out how we've been practicing, with intensity and hunger and eagerness. Because every game is a championship game for us now. We've taken one game at a time. We couldn't hold that tempo for four quarters, and that's what we need to figure out because we have a lot of depth. Next step is to play like this. It's a good sign that we can come out like this, but next step is to be consistent, and we still have a lot to work on. Yeah, because in the also in the third quarter, your team also made a big difference. Mm-hmm. Was it is that something you have to work on, because in the fourth quarter it was a little bit less? So absolutely, the fourth quarter, third and fourth quarter should be the point where we tire teams out. This is what we're working on with our depth. It's good that we played like this in the third, but we also need for four quarters. We have rested guys with fresh legs coming in the game, and that's a big advantage. So that's something. Yeah, it's a good win, but we can be better, and we need to figure out how to be better moving forward. Yeah, and. Can you do that in practice or in games or in both? Practice, games. There's no lesson like a game, but there's a lot of things that we need to work on in practice as well. And of course, implementing Jimmy and Dante Thomas, roles change, minutes change, so we have to find our rhythm there to get better. Yeah, coming Sunday. Coming Sunday, like great opponent, Leiden. Yeah, absolutely. It's a tough team, and this was our championship tonight. So we haven't talked about Leiden yet, but now we have to play like we're playing a championship against Leiden. One game at a time. Now we had a rough start, so if we take one game at a time, we can really get back to where we need to be. Yeah, and is it a good thing you play twice a week now? I think it's good. I think it's good. Of course, I'd like to. It's tough having two new players and trying to build them in the system. Sometimes games is a practice, like our game against Kobrinova. It's trying to use teach them our system within a game. It's tough, but it's good for us and our rhythm. And I think now we have a couple live practices before we go into Leiden, so we can work on some things. Okay. Good luck for Sunday. Thank you. Thank you, guys. Thank you.